Die nota Forswijk is vandaag beëdigd tot minister van Grondbeleid en Bosbeheer. Ze neemt het roer over van Diana Pocky, die op 14 juli 2021 haar ontslag indiende, nadat ze sinds 12 mei met verplicht verlof werd gestuurd. President Chandrika Prasad Santokhi, die Forswijk beëdigde, zegt dat de taak van de minister een belangrijke opgave is. Hij wees een nieuwbakken minister erop dat zij de scepter zal zwaaien op een ministerie dat nogal een negatieve beeldvorming heeft. Volgens het staatshoofd heeft Forswijk een voortrekkersrol om goed te zorgen voor onze bossen en gronden. Zijn advies aan de bewindsvrouwen was om nuchter, zakelijk en weldoordenkend te blijven in de uitvoering van haar ambt. Minister Forswijk, van u wordt niets anders verwacht dan de wettelijke bepalingen, geldende regelgeving en met name het regeringsbeleid te volgen. Uw acties moeten erop gericht zijn om het Surinaams belang te dienen tot groter welzijn en welvaart voor het Surinaams volk, voor de huidige en de toekomstige generaties. En er zal met veel aandacht gelet worden op uw verrichtingen. En wij als regering, indachtig, eenheid van beleid, eenheid van bestuur, zullen u alle ondersteuning en ook de nodige begeleiding geven. President Santokhi haalde aan dat er veel werk aan de winkel is voor de regering. Hij is daarom blij dat Forswijk het regeringsteam is komen versterken in het resterend regeertraject van nog 4 jaren. 12 maanden hebben we al afgelegd. We gaan nog zoveel maanden nog afleggen tot en met 60ste maand. Waar we dan aan het volk zullen zeggen. De Sansaube Promissie, volk van Suriname, dat hebben we gerealiseerd. Ik wens u minister veel succes toe. Veel zegen. Veel kracht. Begi Aladi. Actief Krakti. En wij zijn er. PP, om hard te begeleiden samen met het regeerteam. Blijf oprecht, blijf eerlijk, werk uw hart en laat de samenleving zien. U zult dat verschil uitmaken. De beëdiging van minister Dinota Forswijk vond plaats in het presidentieel paleis.